In Nederland zijn 4 grote aanbieders van hypotheken. De Rabobank, ING, ABN AMRO en SNS Reaal. Volgens de toezichthouder blijkt uit een eerste inventarisatie dat de kosten die banken berekenen aan de klant het laatste anderhalf jaar fors zijn gestegen. Ook in vergelijking met het buitenland. Bovendien ligt de hypotheekrente die huizenkopers betalen hoger dan in de landen om ons heen. Onder meer de vereniging Eigen Huis had aangedrongen op een onderzoek. In Nederland hebben zo'n 3,5 miljoen huishoudens een hypotheek.